We zijn vandaag opnieuw in de Krim, een van de initiatieven die we ondersteund hebben, de multifunctionele accommodatie, die geopend is door de koning Willem-Alexander. En vandaag hebben we daar de bijeenkomst, Platteland kiest positie, om te kijken wat we de afgelopen 3,5, 4 jaar gedaan hebben en hoe we dat een vervolg geven. Hoe ga je om met een leegstaand kerkgebouw? Hoe kun je je dorpshuis toekomstbestendig maken? Hoe kun je ervoor zorgen dat de eigen inwoners in het eigen dorp kunnen blijven wonen? Er zijn zoveel creatieve voorbeelden van te vinden en dorpen kunnen bij elkaar op bezoek om daarvan te leren. En dat willen we met de dorpsschoolmethode, willen we dat eigenlijk veel meer nog gaan stimuleren. En ik had niet verwacht dat er zoveel vrijwilligers, mensen, zoveel hart hebben voor een dorp. En ja, zoals gezegd, ik denk dat ze veel van elkaar kunnen leren. Voor mij is een leefbaar platteland dat waar mensen samen blijven wonen, met name in dorpen, waar er nog groei is, dat de jongeren wonen. En als de jongeren zijn, hebben we kinderen. Als we kinderen hebben, hebben we een school. En als we school hebben, kunnen de verenigingen, sport en dat soort dingen. En dat houdt een kern, een dorp actief. Dat is een leefbaar platteland. Wij hebben in Honos dit jaar onze dorpskroeg gekocht. Eigenlijk ook het sociaal-maatschappelijk hart van het dorp. En ik denk zonder een stuk urgentie, namelijk de donkere wolk die boven het dorp hing, dat de kroeg verkocht zou worden aan een projectontwikkelaar voor woningbouw. Maar ook het enorme enthousiasme en vrijwilligerskracht. Dus het aantal mensen in ons dorp dat zich ook wil inzetten om te verbouwen of om mee te denken, dat die kracht zo groot is en dat enthousiasme. Maar ik denk dat die urgentie ook van cruciaal belang was om echt mensen in beweging te krijgen in het dorp. Ik heb vooral geleerd eigenlijk en opgehaald dat dorpen en gemeenschappen heel verschillend zijn en heel verschillend gebruik willen maken van die kennis. En die inzichten heb ik gebruikt om ook naar een advies te komen of een variant waar volgens mij alle dorpen wel iets mee kunnen. Want af en toe heb je als wetenschap even een reality check nodig om te zien, oh ja, als ik dit zeg, komt dat op deze manier aan in het dorp. En door die verschillen weer te zien, door gewoon in gesprek te gaan met bewonersinitiatieven, weet ik nu beter hoe ik mijn wetenschappelijke boodschap ook kan vertalen naar het belang van het dorp. Ik denk dat het belangrijk is om de verbinding te hebben tussen alle programma's, dus alles wat we samen oppakken, dat we daar de verbinding tussen zoeken. Dus dat we elkaar blijven opzoeken, waar ben jij mee bezig, waar ben ik mee bezig en waar raakt het elkaar en waar kunnen we elkaar versterken. Dat is de kern. Ik denk dat de grootste uitdaging is dat we blijven wie we zijn. Wij kunnen heel veel dingen zelf oplossen, moeten we vooral niet verleren. En voor de rest zijn er heel veel uitdagingen, te veel om op te noemen. We moeten bereikbaar blijven. Onze voorzieningen zoals dit prachtige huis moeten in stand blijven. Onze ouderen moeten kunnen wonen, onze jongeren moeten kunnen wonen. Dus er is voldoende te doen.